Er is geen tekort aan kookgas. Dit zegt EBS-directeur Marcel Eindhoven desgevraagd aan onze nieuwsdienst. Echter is er op veel verkooplocaties geen gas te vinden. Bepaalde gasbomverkopers zeggen dat ze geen zicht hebben op wanneer hun voorraad weer wordt aangevuld. Volgens Eindhoven is Ogane, de dochteronderneming van de EBS, elke dag bezig winkels en andere verkooplocaties te bevoorraden. Wat het probleem is, we werken gewoon normaal 7 dagen per week. Mm-hmm. We hebben zaterdag gewerkt om alle winkels te bevoorraden. Die trucks zijn van, ik kom nu net van de fabriek, alle trucks, 3/4 van de trucks zijn al vertrokken met de voorraden om weer naar de winkels te brengen. Dus wanneer ik, wordt hoogstwaarschijnlijk straks ingevuld. Okay. Maar we werken gewoon normaal, er is geen tekort aan plekken, er is geen tekort aan gas, er is geen tekort aan mankracht. Dus ik denk dat de mensen nu iedereen koopt en koopt en koopt en vult en vult. Eindhoven zegt dat er geen vrees hoeft te zijn dat er een kookgasschaarste zal ontstaan. Ook tijdens de totale lockdown zal het bedrijf de gasbomverkopers blijven voorzien van kookgas, verzekert de EBS-topman. Je ziet die winkels in maandag, woensdag, vrijdag open, toch? Ja. Maar ook die andere dagen gaan we bevoorraden, want wij hebben die nummers van die mensen. Dus dan wordt die winkelier gebeld van hey, die mannen komen. Dus dinsdag wordt er normaal gebracht naar de winkels. Zodat je geen opstoppingen krijgt. Er is geen tekort, alsjeblieft. Dat zijn alleen Marcel Eindhoven, directeur van de NV Energiebedrijven Suriname. Hij benadrukt dat er geen tekort is aan kookgas. Bepaalde verkooppunten raken snel uit hun voorraad, omdat mensen hun eigen voorraad aanvullen, zegt hij.